De herstelwerkzaamheden aan de Awara-sluis in het Boven-Nikeri-gebied worden binnen 2 weken afgerond. Deze sluis werd in 1963 gebouwd om water vanuit de Boven-Nikeri-rivier te stuwen ten behoeve van de natte rijstbouw. Momenteel is door de grote droogte de zouttong in de Nikeri-rivier tot voorbij de Henarbrug naar binnen gedrongen, waardoor er geen irrigatiewater uit de rivier ingepompt kan worden voor inzaai van paddy. Een diepe afsnijding in de oever van zeker 40 meter breed nabij de sluis is reeds gedicht en wordt momenteel verder verbreed en versterkt. 2 illegale landingsbanen zijn op 12 en 22 september onklaargemaakt door het justitieel interventieteam met ondersteuning van het Nationaal Leger. De landingsbanen bevonden zich te Goliat en in het Java-Mapane gebied. Deze gecoördineerde actie is uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie. In het kader van de bestrijding van georganiseerde transnationale drugscriminaliteit worden regelmatig acties ondernomen om landingsbanen die voor illegale doeleinden worden gebruikt zichtbaar en onklaar gemaakt. Recent is de Master in Education and Research in Sustainable Development van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de ADECUS geaccrediteerd door het NOVA. De opleiding zal vanaf het komend collegejaar met een herzien curriculum verder gaan onder de naam Master of Science in Sustainable Development. Met deze nieuwe naam en het aangepaste programma komt de focus op het opleiden van ontwikkelingsdeskundigen nog sterker naar voren. Met de accreditatie van deze opleiding telt de ADECUS momenteel 19 geaccrediteerde opleidingen.